Tahirovic had daar bijvoorbeeld ook niet hoeven te glijden. You scored a goal, assisted by Brian, by Brobby. How's the link-up play between the two of you? Yeah, he's good, man. He had a really good game today. Physically strong and does a lot of work for the team. So, yeah, I think he played really well. Because a lot of people have been speculating whether you or Brobby should start. But do you see a future where both of you can be in the starting 11? Yeah, why not? Why not? We both bring different things to the game. You know, I think I can make him better as a player and he can make me better as a player. You saw his assist today, you know, not many players can hold up the ball like that and bring someone else into the game. So we definitely can help each other and learn from each other. En Mikko Tadze was eigenlijk meer dat hij als een soort tien, zeg maar, tussen de linies zou spelen. Nou ja, in de eerste helft kwam daar gewoon niet veel van terecht. En de paar keren dat het gebeurde, was hij ongelukkig. Viel die, en dat zeg ik, het is ook niet dat we hem nu weer op moeten afrekenen. Maar het was wel een feit dat we daarin geen voetbal kregen. En ook weinig diepte hadden naast Brobby als aanspeelpunt, diepte eroverheen. En dat probeerden we de tweede helft met Forbes in te brengen voor Berghuis. En met Chupa wat dichter bij Brobby om daar wat verandering in te brengen. En Kenneth Taylor wat dieper door. En dat was wel, dat liep wel beter. Ja. Ja, en dan op het laatste, in plaats van dat je de 3-1 maakt vanuit een aanval, waarin Brian ook zeg maar wel bij betrokken is, maar geen goede keuze wordt gemaakt. Uit die tegenaanval geven we eigenlijk te makkelijk weer een penalty aan Almere. Hè? Met Tahirovic, die eigenlijk als matchwinnaar de kleedkamer denk ik had ingewild. Maar nu ongelukkig was met de overtreding, waardoor het alsnog 2-2 werd. Tahirovic had daar bijvoorbeeld ook niet hoeven te glijden. Weet je? Nee, dus dat zijn dan dingen, dat is, wat is dat? Onervarenheid, de spanning, het misschien extra goed willen doen, maar waardoor je net even te enthousiast in een tackle gaat in de 16, dan weet je dat je een risico neemt.